Dag mama's en papa's. Vandaag is er weer een nieuwe WIC-activiteit. Welkom in de klas van juf. Bij welke juf zitten jullie? Juf Liesbeth. Bij juf Liesbeth. En vandaag heb ik twee kindjes uit de klas van juf Liesbeth. En dat is? Lina. Lina en? Joanna. En Joanna. En voor de activiteit hebben we ook de WIC-tas nodig. Joanna, wat zit er in onze tas? Papier. Neem de papieren er maar eens uit. Welke papieren zitten erin? Mag ik eens piepen? De papieren in de tas. Zo. En wat zien jullie op het papier? Wat gaan wij doen vandaag? Kleuren. Wij gaan kleuren. Wij gaan een mannetje tekenen. Kunnen jullie allemaal een mooi mannetje tekenen? Kunnen jullie dat? Ik wil dat wel eens zien. Hoe dat jullie dat doen. Je neemt een wit papier en dit is jouw instructieblad met 8 stapjes erop. Een blad voor Joanna en mama's en papa's teken ook maar een mannetje, hè. Je kan kiezen of je blad zo horizontaal of zo verticaal houdt. Hoe ga jij? Ga je een heel groot mannetje tekenen of ga je verschillende mannetjes tekenen? Je hebt ook stiften of kleurpotloden nodig. Die neem je van thuis. En dan beginnen we eraan. Ik neem rood. Kies maar een stift. Welke kleur heb jij? Wat is dat? Ja. Zwart. En welke kleur heb jij? Blauw. Blauw. Oké, we zijn er klaar voor. Nummer 1. Wat moeten we tekenen bij nummer 1? Het... Wat is dit hier? Dit? Hoofd. Het hoofd. Nummer 1 is het hoofd. Dus we tekenen in het midden van ons blad een hoofd van een kindje of van een mannetje. Teken maar, Lina. Een cirkel. Dat is het hoofd. Heel goed. Ja. En dan, nummer 2. Wat moeten we daarna aan het hoofd tekenen? Wat is dat hier, mama's en papa's? Nek. De nek, heel goed. Wij tekenen een nek. En aan de nek hangt ons... Buik. Onze buik, hè? Ja, ons lichaam, onze buik hangt helemaal aan. Onze nek, up, zo. Van 5 naar 6. Voeten. Onze voeten gaan we tekenen. Goeie, stevige voeten. Zo, mijn mannetje heeft goede, sterke voeten. Heel mooi getekend, alle twee. Super. Ja. En dan, op ons hoofd. Wat staat er op ons hoofd? Haar. Haar. En daar mag je kiezen hoe het haar is. Je mag krulletjes tekenen. Heb jij krulletjes haar? Krullend haar? Dan zijn wij bijna klaar. Wat heeft ons mannetje nog nodig? Kijk eens, wat missen we nog aan ons mannetje? Kijk eens naar de laatste stap. Aan het gezicht, wat missen we nog? Oren. Oren. We gaan oren tekenen bij ons mannetje. Lina, jouw mannetje? Mag ik eens tonen? Toon het maar aan de camera. Lina, haar mannetje. En Joanna, haar mannetje. Kijk eens. Met armen, benen, vingers, voeten, haren, een nek. Alles erop en eraan. Kunnen jullie dat even goed als Lina en Joanna? Dag, tot de volgende keer!